Moet het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing andere klemtonen leggen, eventueel hervormd worden? Toch wel, als het afhangt van enkele Vlaamse parlementsleden uit de oppositie ter linkerzijde. Het centrum promoot te vaak en te veel de consumptie van vlees, zo luidt de kritiek. Binnen de meerderheid is niet iedereen het daarmee eens. Dag dames en heren, ik praat met onafhankelijk Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum en met Herman de Croo, Vlaams parlementslid voor Open VLD, allebei lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Welkom in onze studio. Ja, Hermes Sanctorum, aanleiding voor dit gesprek is de conceptnota die u geschreven heeft om het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, kortweg Vlam, te hervormen, te heroriënteren. Daarover wil ik het straks hebben, maar eerst misschien eens duiden dat centrum, ja, voor wie nu kijkt en dat niet kent, van waar moeten we dat eigenlijk kennen? Ja, ik denk dat de meeste mensen het zullen kennen van de spotjes op televisie. Er wordt bijvoorbeeld reclame gemaakt voor allerlei landbouwproducten als boodschap van algemeen nut. Vaak gaat dat wel over vlees en zuivel, maar soms gaat dat ook wel over groenten en fruit bijvoorbeeld. Ja, de slogan lekker van bij ons, eigenlijk moeten we het vooral daarvan kennen. Ja, hè? Ja, lekker van bij ons. Het Vlam, Herman de Croo, is de opvolger aan de Vlaamse kant dan van de toenmalige Nationale Dienst voor de Afzet van Land- en Tuinbouwproducten en van de Nationale Zuiveldienst. Twee diensten eind jaren 30 van de vorige eeuw opgericht. Die Nationale Zuiveldienst, dat is die van de Melkbrigade. In de jaren 50 en 60. Ja. De bedoeling was promotie voor melk? Ja, op een zeker ogenblik heeft men in alle scholen melk laten drinken. Sommigen zeggen dat dat nu niet goed is, maar ik vind dat dat een goed idee was. En het is juist dat de landbouwsector breed bekeken, want ze hebben daar 11 departementen bij de Vlam. Dat gaat van bio naar rechtstreekse verkoop, naar vee, naar sierteelt. Is altijd in nood van promotie. We hebben geen zo grote landbouw- of tuinbouwbedrijven en die proberen zich dan te groeperen. En in de jaren 50, 60 was het nood aan promotie van melkproducten. Ja, van melkproducten, want er waren nog veel kleinere bedrijven dan vandaag de dag. Kleine melkerijen, trouwens mijn ouders hadden een melkerij in mijn gemeente voor de Tweede Wereldoorlog. Heb je meegedaan aan de melkbrigade? Ik had er waarschijnlijk al meegedaan, ja. En die landbouwers, toen hadden promotie nodig om hun melk te slijten. Kunnen landbouwers vandaag, in 2018, nog altijd promotie gebruiken? U teelt zelf fruit, u laat dat doen, u heeft schapen. Kan u die promotie gebruiken? Ik denk dat de landbouw is zo individualistisch en zijn verenigingen zijn zo soms eigenzinnig dat er ergens een overkoepelend orgaan moet zijn die een promotie verzorgt. En de slogan is een beetje anti-Europees, van vlees van bij ons, melk van bij ons, groenten van bij ons, bloemen van bij ons, bio van bij ons, is iets dat aanslaat en terecht. Want de mensen kunnen dan op een prijs weten wat zij kopen in een gegeven winkel, van waar het ongeveer komt. Die promotie is hier relatief goed verzorgd. De staat, de Vlaamse regering, betaalt daar een dikke stuiver voor, maar ze haalt toch Europese projecten binnen enzovoort. Ik denk dat de Vlam een begroting heeft van 25 miljoen ongeveer per jaar euro's, wat toch belangrijk is. In tijden van een boycott van peren bijvoorbeeld door Rusland, kan het geen kwaad, hè, van eigen peren te promoten. Ja, wat de peren betreft gaat dat natuurlijk over een specifiek probleem en dan wordt er vanuit de overheid geredeneerd, we gaan een duwtje in de rug. Dan is het goed dat we zo'n vehikel hebben als Vlam. Vlam is natuurlijk een organisatie die permanent promotie voert, zowel in binnenland als in buitenland. En ik heb daar meneer De Croo al persoonlijk ook op aangesproken. Nee, maar ik vind het altijd heel vreemd dat politici die pleiten voor een slanke overheid, die zich bezighoudt met kerntaken, dat die plots dan ook verdediger zijn van een overheidsinstelling die eigenlijk commerciële belangen vertegenwoordigt. Dus ik vind dat vreemd. Nu, voor alle duidelijkheid, ik ben geen pleitbezorger. Je zou even goed kunnen zeggen, de overheid moet erover waken dat de economie goed draait. Mensen worden te werk gesteld. En als er dan nood is om die te ondersteunen, dan doen we dat. Ja, maar er zijn veel economische sectoren die het lastig hebben, hè. Neem nu bijvoorbeeld vliegreizen. Onlangs zat ik samen met Brussels Airlines en die vertellen me eigenlijk een gelijkaardig verhaal. Die zeggen dat ze met lage marges werken, dat de concurrentie moordend is. Ja, gaan we dan plots als overheid aanzetten tot vliegreizen en vliegtuigtickets van bij ons promoten? We gaan dat natuurlijk niet doen. Dus het is een beetje een eigenaardig verhaal. Maar voor alle duidelijkheid, ik ben geen pleitbezorger voor het afschaffen
van vlam. Maar ik vind wel dat er een heroriëntatie moet gebeuren, ja, zodanig dat het maatschappelijk belang daar wil ik het straks over hebben, in welke richting die heroriëntatie dan zou moeten gebeuren. Maar goed, het heet voluit het Centrum voor Agro- en Visserij Marketing. Nu, dat is wat marketeers natuurlijk wel doen, hè, promotie voeren. Dat is hun job. Ja, nogmaals, het staat economische sectoren volledig vrij om reclame te maken voor hun producten. Dus de vraag gaat ook niet over reclame voor vlees. De vraag die zich stelt is, wat is de rol van de overheid? En ik vind dat de overheid altijd het maatschappelijk belang voor ogen moet houden. En het is nu eenmaal een feit, allee, of we dat nu willen of niet, hè, dat vlees ons voor maatschappelijke uitdagingen plaatst. En vlak nu, van, ja, het vlam promoot te veel het vlees? Ja, maar dat is feitelijk ook zo. Ja. Als je ziet de hoeveelheid van promotie, hè, bijvoorbeeld vlees ten opzichte van groenten en fruit, tussen 2011 en 2016 ging er 8 keer meer naar promotie van vlees en naar andere producten. Ik hoor mensen van het land wel zeggen, ja, de sectoren betalen dat eigenlijk zelf. Wat de overheid toeschiet, dat is om onder meer de personeelskost te financieren. En als de sectoren ervoor kiezen om vlees te promoten, ja, dat is dan hun goed recht. Ja, maar je moet het volledige plaatje voor ogen houden. Dus het klopt inderdaad dat er vanuit de sector budgetten worden vrijgemaakt. Dat is trouwens verplicht, hè, want ik hoor ook wel eens bedrijfjes die zeggen van ja, wij willen daar eigenlijk niet aan bijdragen, maar wij worden verplicht door de overheid. Dus oké, je komt vanuit de sector. Maar dan zit je ook inderdaad met de overheid die de promotie zelf uitvoert. En als je dan de volledige rekening maakt, dan gaat ongeveer per 100 euro vanuit de sector, komt er 60 euro van de overheid op tafel liggen. Dus ja, dat betekent dat de overheid... Euro dient niet voor die promotie, die 60 jawel, euro ja, jawel, ja, maar dat dient voor het personeel dat zich bezighoudt met promotie. Ja. Dus als je het volledige stel dat morgen de Boerenbond of de VZW Belgische keurslagers zendtijd zou kopen om promospotjes van vlees van hier uit te zenden, dan is het oké. Ja, nogmaals, als een sector reclame wil maken voor een product, ja, dan zijn zij gewoon gebonden aan de regels in zaken reclame. Geen overheidsgeld. Ja. De pleitbezorgers van de slanke overheid, zitten die niet vooral in uw partij, meneer? Ja, maar ik ben aan het glimlachen als ik Hermes hoor. Ik had een stoute bemerking gemaakt op zijn opmerking in de commissie zelf. Ik zeg, maar zij die het meeste geld krijgen van ons allemaal, dat zijn de politieke partijen. Politieke partijen leven voor 90% met overheidsgeld. Meneer Santoro, ja, is onafhankelijk. Ja, vandaag, ja, maar ik had het niet op hem bedoeld. Dus politieke partijen geven met 90% van overheidsgeld om te verhinderen dat ze eventueel bij mutualiteiten, vakbonden of privé geld moeten gaan zoeken. Dus maar daar verkoopt men ideeën. Maar het idee van meneer Santoro is dat niet. De vlam is de opvolger van een aantal instellingen. De landbouw... Bottom line is de boodschap niet, dit is helemaal geen taak van de overheid. Ja, maar landbouw is altijd in Europa nu nog een half gesubsidieerde onderneming geweest. Moesten wij overal de wereldprijzen toepassen. Wat stil aan het gebeuren is, dan heb je adaptatiemogelijkheden. Ja, het gros van de Europese budgetten gaat naar landbouw. Ongeveer 35-40%. Ik heb de tijd nog gekend, meer dan 50% landbouw. Dus ik ga niet discussiëren. De vraag is, ja, is het een taak van de overheid om dat dan te gaan promoten? De overheid komt hier gedeeltelijk tussen. Ik zeg het u, de begroting van de Vlam is 25 miljoen, ik rond een beetje af. Er komt 5 miljoen van de Vlaamse overheid. Ze halen nog een aantal projecten bezig, of binnen, competitief uit Europa. Dat maakt ook iets van een 4 of 5 miljoen. Dus je kunt zeggen dat ongeveer een derde van wat zij uitgeven, min of meer belastingsgeld zou zijn, inkluis de manier waarop zij projecten binnenhalen. En vindt u dat prima, dat belastingsgeld daar naartoe gaat? Want dat is de bemerking van Hermes Santoro. Ja, daar moet geen overheidsgeld naartoe gaan. U moet verder gaan wat hij wil. Hij wil niet dat er belastingsgeld gaat naar vleesverbruik. Dat is de resumé van zijn thesis. Ken die, en ik respecteer die. Het is geen kwestie. Want ze promoten ook bio. Ze promoten ook de rechtstreekse keten. De verkoop dus aan de consument dichtbij. Er zijn 11 sectoren in de Vlam. Ik heb eens bekeken op een website. Ik heb nog zoveel volk en mensen gezien in al die sectoren, van de sierteen tot de bio. Enfin, de bio is heel plezant ook. Goed, nogmaals, moet de overheid dat dan doen? Ik denk in een liberale staat is de overheid niet verboden. Het zou nog spijtig zijn. Als er noden zijn om iets op dreef te houden, heb ik geen enkel probleem. Er is nood aan, dus het is... Ik vind dat het veroorloofd dat het gebeurt. De reden is, ja, we kunnen tussenkomen in het Vlaams parlement, want het is geld van onze medeburgers. Dat is een goede zaak. Twee, het is een gedeelte van hun uitgaven. En als je zelf zegt, we willen de autopromotie gaan doen,
Automobielen, misschien is hij daar ook tegen, zijn ook gevaarlijke dingen voor het milieu op een zeker ogenblik, ik weet dat wel. Maar die doen ook promotie, maar de staat goed, komt daar niet. Dat betalen ze zelf. Ja. En vandaar mijn vraag, als de VZ2 Belgische keurslagercent uit zou kopen, dan kan dat voor jou. Ja. Nu, ik hoorde je wel zeggen, ja, het is veroorloofd dat de Vlaamse overheid mee financiert. Maar u heeft ook een probleem met datgene wat dan gepromoot wordt, namelijk te vaak vlees. Maar dat is een gevolg van het feit dat de sectoren betalen. Ja, dat is omdat het zwaartepunt van onze landbouwproducten ligt nu eenmaal bij vlees. Maar voor alle duidelijkheid, de hervorming van Vlam, die ik voorstel samen met collega's van Groen en SPA, gaat niet over de afschaffing van Vlam, maar een heroriëntatie in die zin dat het algemeen belang altijd voor ogen wordt gehouden. Dus wat heb je vandaag? Vlam promoot vlees. Ze zegt dan wel lekker van bij ons. Maar ze geven eigenlijk ook wel toe dat het een beetje een generieke reclame is voor de ganse sector vlees. Punt. Als je dan daarnaast plaatst dat het Vlaams Instituut Gezond Leven dat de voedingsdriehoek samenstelt, hè, dus waarbij objectief eigenlijk wordt vastgelegd van ja, een goed dieet bevat die producten en die producten, ja, dat zijn twee tegengestelde boodschappen. Dus het Vlaams Instituut Gezond Leven neemt zelfs afstand van wat Vlam vertelt over vlees. Ja, dat is absurd. Dat zijn beide overheidsinstellingen die elkaar tegenspreken. Ik heb vanochtend de website van Vlam nog eens bekeken en ik lees daar letterlijk: onze campagnes sluiten aan bij de aanbevelingen van de voedingsdriehoek. En voor een goed begrip, de meest recente. Ja, nochtans, het Vlaams Instituut Gezond Leven zegt letterlijk dat ze er afstand van neemt en dat zij een andere boodschap verkondigen. Dus ja, allee, die twee die praten naast elkaar. Ik vind in elk geval dat de campagnes van Vlam ook moeten kaderen vanuit een gezondheidsperspectief. En vandaar dat ik een hervorming voorstel van Vlam, nog heel even kort, die zelfs niet uitsluit dat het over vlees gaat, voor alle duidelijkheid. Maar bijvoorbeeld als je dan zou zeggen van we eten eigenlijk te veel vlees. Als je dan vlees eet, koop dan tenminste iets dat bijvoorbeeld waar meer aandacht gaat naar dierenwelzijn en dergelijke meer. Ja, dan is dat wel aanvaardbaar volgens de hervorming die nu op tafel ligt. Ja, maar als het van bij ons komt, dan zou je kunnen zeggen dat is al op zich duurzaam, want dan moet het niet getransporteerd worden. Het is geen rundvlees vanuit Argentinië bijvoorbeeld, dus die transportkosten, CO2-kosten, die moeten we al niet maken. Het is van bij ons. Is dat geen duurzaam criterium om dat dan toch toe te jagen? Maar dat is de boodschap niet van die vleesreclames. Dat is eigenlijk net het punt. Lekker van bij ons, is letterlijk maar de boodschap. Het is eigenlijk, je moet die filmpjes maar eens bekijken. Dat is eigenlijk constant promotie voor vlees. En dan verschijnt daar helemaal op het einde iets van lekker van bij ons. Kijk, Europa houdt dat allemaal in het oog, hè, wat hier gebeurt. En Europa verbiedt zelfs dat reclame wordt gemaakt in het binnenland voor Vlaamse producten. Dus wat zegt Vlam tegen Europa? Maar wij maken helemaal geen reclame voor Vlaamse producten. Die van bij ons houdt helemaal niet dat het over Vlaams gaat. Wij maken gewoon reclame voor de ganse vleessector. Dus Vlam vertelt iets anders aan Europa dan aan de eigen burgers en dan aan ons volksvertegenwoordigers. Dus dat stelt wel het probleem. Dat laatste punt is een beetje hypocriet. Ik heb uw nota ook gelezen. Het gaat bijna over illegale staatssteun, dat u het zo uitdrukt. Ja. Nee, het is dansen op een slappe koord voor Vlam. Wat zegt de jurist? Ik zeg voor te beginnen, Europa is een beetje hypocriet. Ik was op de beurs, misschien was hij daar ook, in Keulen, die grote landbouwbeurs, de grootste van Europa. En daar zie je hoe Duitse deelstaten, een beetje Vlaanderen vergelijkt met de Duitse deelstaat, reclame maakten en ze hebben een beetje gelijk voor het vechten tegen antibiotica bij varkens bijvoorbeeld, wat ik ook ondersteun. Het zal nog spijtig zijn. Op die manier zeggen ze ook, onze varkens zijn antibiotica-vrij, om het zo uit te drukken, dus koop bij ons. Je hebt dan een dubbelzinnigheid die bestaat, maar wat mij verontrust bij u is het volgende. Nu zegt, ik heb een stok op te slaan, de gemeenschap, wij, betalen geld om te promoveren iets dat ik niet wil dat het gepromoveerd wordt, alias vlees. Nu stel ik u de vraag, als de promotie van vlees niet zou gebeuren door staatsgeld of door gemeenschapsgeld, en er komt een enorme campagne pro-vlees, ik ben daar zeer gematigd in, geloof me vrij, gaat gij dan zeggen, jammer, het openbaar nut eist dat ik die vleesconsumptie zou milderen, eventueel verbieden, want het is ongezond voor het leven. Dus uw enige argument is, ik wil geen belastingsgeld voor iets dat goed is. Dat was de vraag die ik net heb gesteld. Namelijk, stel dat de Boerenbond dit morgen zou doen, dan kan het, want de markt is vrij. Het staat iedereen vrij om promotie te voeren.
Tenminste, als het, het strafrecht niet... Met die nuance. Ik ga wel een nuance maken. Als het gaat over kinderen en scholen, dan moet je goed opletten. En vandaar ook mijn kritiek op de brochures die Vlam heeft verspreid onder scholen. En dan nog onder de noemer educatief materiaal. Waarbij het Instituut Gezond Leven zegt van, ja, dit is niet onze boodschap. U wijst op, dat vind ik problematisch. Op het materiaal dat met uitgeverij A verboden ja, is. Ja, dus je mag niet zomaar vanuit een sector reclame maken op school. Dat is een heel ander verhaal. Maar in het algemeen kan dat wel. Wat Santorum wenst, en dat is zijn recht, ik respecteer zijn opinie, is dat vlees niet of minder zou geëten worden. Je begint het te verbieden voor de scholen, misschien voor de jongeren, misschien voor de sportmensen. Een genuanceerde voedingsboodschap. Het ging natuurlijk over de promotie van vlees. Dat is maar de stok om het mee te slaan. Dat is een pretext. De dag dat bijvoorbeeld Vlam zou zeggen, van de 11 sectoren die ik heb, waar ook bio bij is, laat ik de sector vlees vallen, dan zou ik het moeten zien dat meneer Sanctorum zegt, verhoog dan maar de toelagen aan Vlam als ze alles doen tenzij vlees te promoten. Ja, maar nee. ik heb meneer Sanctorum... dat lessenpakket ook eens bekeken. En dat is inderdaad, er wordt over vlees gepraat. Maar als je even doorgoogelt, dan ben ik eigenlijk op de website lessenpakket.be met steun van het Vlam, ben ik lessenpakketten voor zowat, van zowat alle mogelijke landbouwproducten tegengekomen. Absoluut. Ook over groenten, over fruit. Ook daar zijn lessenpakketten rond ontwikkeld. Maar ja. Dat is dan het probleem, want alles komt aan bod. Ja, maar mijn kritiek gaat inderdaad over die brochuren over vlees, omdat daar ook foutieve informatie in staat. Hè. Ik ga een voorbeeldje geven. De titel van die brochure, van in de wei tot op je bord. Over welke wei gaat dat? Weet iemand dat? Er worden 11 miljoen varkens per jaar geslacht in Vlaanderen. Er worden 260 miljoen kippen geslacht in Vlaanderen. In welke wei bevinden die zich? In geen wei. Die zitten opeengepakt in stallen. Alleen al daarmee zet je gewoon kinderen op het verkeerde been. Ik vind, het gaat er niet over dat er niks mag gezegd zou worden over vlees op scholen. Dat is het punt. Niet alles wat op school wordt gezegd, wat wordt uitgelegd aan kinderen, moet kaderen in een educatieve boodschap en dat moet objectief zijn. En dan mag er inderdaad geen reclame, ook niet vanuit een andere sector gebeuren, met zuiver commerciële belangen. Gaat u een stap ondernemen om die brochure uit de scholen weg te halen? Of is het kwaad geschied en moeten we het nu gewoon doorstaan? Ja, ik vind in elk geval dat het kwaad is geschied. Hè. Die brochures zijn verspreid. Er is heel veel negatieve reactie vanuit scholen gekomen. Ook vanuit het Vlaams Instituut Gezond Leven. Hè. Maar ik vind dat dit niet voor herhalingen vatbaar is. Ja. Daar ben ik duidelijk in. Ik moet zeggen dat ik begrijp zijn standpunt. Ik heb daar niks tegen. Jij gaat een campagne voeren tegen vlees. Dat is je recht. U kunt ook zeggen dat vlees vergiftigend is. Ik discuteer dat allemaal niet. Maar ik neem een klein voorbeeld dat Vlam ook doet. Vlam promoot ook bio. Nu, bio, helaas, of gelukkig, ik weet het niet, discuteer niet, is 1% van onze productie in ons land, in Vlaanderen. Ongeveer 4% van de consumenten zijn bio-minded. En dat recht is eilig. Nu, wie koopt bio? Gewoon diegenen die de middelen hebben. Als je het bekijkt, sociale niveau, ten onrechte. Het is natuurlijk duurder. En dus zie ik dat meneer Santorum niets heeft tegen bio, ver daarvan. Ofschoon dat wordt gekocht door kapitaalkrachtige mensen, die we op deze manier, als je de Vlamtheorie van Santorum blijft volgen, ook subsidieert via de Vlaamse gemeenschap. Moet een beetje logisch met jezelf zijn. Hè? Jij bent anti-vlees, bekend dat. Ik heb daar niks tegen. Nee, zeg het. En je zegt, ik moet alles doen om die kraantjes dicht te doen. En een van die kraantjes, je kunt gelijk hebben, staat een onderrechte open. Het is precies wat de staat zou promotie maken voor sigaretten. In plaats van op te schrijven dat dat gevaarlijk is voor de gezondheid en kankerverwekkend blijkt te zijn. Maar je hebt iets, gans de theorie die je aangebracht hebt in de conceptnota, ik heb je daarover ondervraagd en bent zeer correct geweest, is te vermijden dat openbaar geld in een kleine mate zou dienen aan een van die 11 sectoren, alias vlees. Oké. Okay. Dat is uw recht. Herman de Croo, ik ga Hermes Sanctorum nu nog één keer laten reageren en dan wil ik dat punt afsluiten, of u dan al dan niet voor of tegen vlees bent. Maar hoe zit het? Bent u er tegen of bent u ervoor? Ja, meneer de Croo, als de argumenten wat vervallen, dan worden de intentieprocessen gemaakt. Hè. Dit is geen campagne tegen vlees. Uiteraard, elk dier dat minder wordt geslacht, daar ben ik tevreden over. Dat is mijn persoonlijke mening, uiteraard.
Maar de hervorming van Vlam die nu op tafel ligt, maakt het helemaal niet onmogelijk om het over vlees te hebben. Hè? Ook niet ten aanzien van kinderen. Alleen moet het maatschappelijk belang voor ogen gehouden worden. En dat gebeurt dus vandaag niet, hè? Omdat gewoon het commercieel belang van vlees wordt verdedigd. Ja. Zelfs ten aanzien maar van kinderen. Vraag me dat vind soms ik eigenlijk schandalig ik vanuit de overheid. Hè? Ik vraag me soms wel af, Hermes Sanctorum, of u niet te veel gefocust bent op die campagnes via de klassieke massamedia, radio en televisie. Zo bent u het gesprek ook begonnen. Hè? We kennen ze van de spotjes op radio en televisie. Als ik naar de website ga kijken van Vlam, vlam.be, de rubriek In de Kijker op dit moment dat we dit gesprek opnemen, staat daar een recept met appelen en peren. Ik bedoel maar, daar is toch even goed oog voor? Niet alleen voor vlees, ook voor die andere landbouwproducten, waarvan ik dan trouwens lees dat de directeur zegt van ja, eigenlijk zitten we met groenten en fruit, zitten we daar met de veilingen die voor binnenlands gebruik de promotie doen, terwijl de middelen van Vlam naar promotie in het buitenland gaan? Ja, veel van de promotiebudgetten gaan inderdaad naar de export. Hè. Dus dat is ook nog een aparte discussie. Maar je ziet bijvoorbeeld als het over vlees gaat, dat de binnenlandse consumptie eigenlijk daalt, maar de productie neemt toe en er wordt dan ook meer geëxporteerd. Maar ik beweer ook niet dat Vlam alleen maar zich bezighoudt met vlees. Maar als je gewoon de jaarprogramma's en hun acties bekijkt, dan zie je gewoon goed, maar dat is gevolg van die sectoren, dat, toch, die financiën? Ja, wel, maar dan geef je inderdaad ook toe dat het zwaartepunt bij vlees ligt, omdat die sector ook zo belangrijk is. En dan stelt zich een probleem. Omdat de sector vlees, betaalt. Ja, maar de overheid, zijnde Vlam, houdt zich wel bezig met de promotie. Hè. Er zijn ambtenaren bezig, er zijn personeelsleden bezig met promotiemateriaal goed, samen te stellen. Ik lees dus dat de overheid draagt daartoe bij. En van zodra dat de overheid iets bijdraagt, dan moet het maatschappelijk belang gediend worden, en niet het commercieel belang. Maar, er zijn nog 9 mensen die werken voor Vlam. Goed, ik heb het gevoel dat een aantal punten terugkeren die eerder in het gesprek al gezegd zijn, namelijk dat de overheid bijdraagt en dat u dat eigenlijk niet oké vindt. Maar ik lees dat er voor de promotie van groenten en fruit een taakverdeling is tussen het Vlam en de veilingen. Ja. Als die taakverdeling er is, en het Vlam op dat vlak, wat binnenlandse promotie betreft, het speelveld overlaat aan de veilingen, dan worden groenten en fruit toch even goed gepromoot, zij het dan via de veilingen? Ja, maar nogmaals, ik ontken niet dat er ook wordt ingezet op groenten en fruit. Ja. Meneer De Croo gaf daar net inderdaad al aan dat er een elftal sectoren zijn. En per sector wordt ook een promotiebudget eigenlijk samengesteld. Sierteelt. Dus, ja, sierteelt zit daar zelfs bij. De aardappelen, brood en zo verder. Dus, ik lees trouwens dat er volgend jaar een promotiecampagne komt voor groenten, gericht op de zogenaamde millennials. Het zal geen campagne zijn via klassieke media, maar via de sociale media. Maar goed, ik wil nog even citeren uit het regeerakkoord van deze regering, wat uw partij deel van uitmaakt. Vlam moet verder stroomlijnen en professionaliseren en de internationale voedingspromotie versterken. Een nog nauwere samenwerking met Flanders Investment and Trade, het exportagentschap, bij de prospectie naar nieuwe afzetmarkten wordt vooropgesteld. Samengevat, de opdracht is vandaag economisch. Ja, we zijn een land van uitvoer. Als jij naar die grote beurzen gaat, van tijd tot tijd doe ik dat, dan heb je daar standen van Vlaanderen, van Wallonië, die producten promoten. De kazen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik ben een groot amateur van kaas, bekend dat. Een aantal dingen. Wij zijn een land dat voor 80%, dat is enorm, hè, van zijn inkomen leeft uit het buitenland. Heel dikwijls uit het nabije buitenland. Mm-hmm. Als dan organisaties deelnemen en mogen deelnemen onder Europese voogdij aan de promotie van wat wij eigen hebben. Ik ben daarvoor. Wat jij niet graag hebt, is dat er een beetje openbaar geld zou gaan tegen iets wat je niet wilt, dat is de vleesconsumptie. Ik vind het toch een te korte door de bocht gaan om daarvoor een groot project te maken die Vlam zou moeten kelderen. Maar het gaat natuurlijk niet over wat ik wel wil of niet wil. Het gaat erover dat, zoals je zegt, het zwaartepunt is. Ja, maar zoals je zegt, het heeft een economische focus. Hè. De directeur van Vlam geeft dat ook toe. Het gaat over de economische focus. Ja? Maar ja, hij moet dat ook wel vanuit Vlam. Dat is betaald, zijn taak. Vermoed ik? Dat is zijn taak. Is wat is de taak van de overheid? Het algemeen belang in het oog houden. Ja. En dan komen daar aspecten van volksgezondheid, dierenwelzijn, klimaat, leefmilieu bij kijken. Maar dat speelt helemaal niet. Ik stel u niet mee in de promotie waarom, vanuit Vlam. En dat vind ik problematisch. Dat is de reden waarom u die heriëntatienota heeft geschreven, die conceptnota.
Die ligt daar nu. Wat moet er nu verder mee gebeuren? Wat verwacht u nu? Want ja, goed, het parlement heeft daar nu kennis van genomen. En nu? Ja, volgende week wordt Vlam uitgenodigd in het Vlaams parlement. Ja. Dus ook zij zullen hun inzicht geven op de conceptnota. Ik denk dat debat nog niet afgesloten is. Dus ik denk dat daar nog wel een staart is. Ik zou eens zeggen waar ik op uw termijn kan komen. Ik ben een ongelooflijke tegenstander van het gebruik van antibiotica in voeding van dieren. Dat ik weet dat op een zeker ogenblik de antibiotica nutteloos gaan worden, overbodig gaan worden, resistentie gaan worden. Ik ken landen, ik zal ze hier niet vernoemen, ik zal ervan geen vlees eten, die antibiotica-behandeling overdrijven. U hebt me dikwijls al gehoord in de Kamer zeggen, stop daarmee, het mag federaal, het mag Vlaams zijn, leert de mensen dat antibiotica niet mag opgenomen worden, nog door kippen, nog door varkens, noem maar op. Wilt je niet aan de mensen een bijkomende reden geven om niet meer resistent te worden aan de gevolgen. Dat is misschien een reden om mee te schrijven. Ik wil zeggen dat de algemene bezorgdheid die we moeten hebben voor veiligheid, voor uitstoot van fijn stof, is een bezorgdheid die we gemeenschappelijk moeten hebben. En jij kiest daar eentje uit, die vlam gaat te ver. Ja. Daar zijn een paar ambtenaren en een paar honderdduizenden euro's die naar de vleessector gaan. Ik ben daar tegen, ik ben veganist, ik respecteer dat. En ik wil dat op die manier goed, de prijzen uittrekken. Ik kan begrijpen dat de conceptnota nog verder zal behandeld worden in het parlement. U kan daar nog eventueel aan toevoegen om die antibiotica zoveel mogelijk te vermijden in ons vlees. Eén vraagje. Gaat u wel eens naar de frituur? Ja, dat gebeurt. Ja, het is week van de friet. Ja, ook met de steun van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bent u liefhebber van de frituur? Ik ben niet alleen liefhebber, ik ben zelf erelid van de frituuristen van dit land. Kijk, het is dus ook een beetje erfgoed natuurlijk. Ik overdrijf daar niet in, maar ik moet zeggen dat ik meer dan eens met grote gezelligheid en grote smaak aan de gewone frituur een pakje friet opeten. Kijk, ook dat was een oproep van het Vlam. Bedankt voor dit gesprek, Herman de Croo. Bedankt voor dit gesprek ook Hermes Sanctorum. We zijn zeer benieuwd hoe dit verder zal worden opgevolgd in het parlement. U bedankt, beste kijker, om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.